de vloer net boven ons, waar we slapen, gaat hij met zijn klompen aan, gaat hij staan dansen. Of zo. Ja, zo voelt het bijna wel, ja. Toch? Echt, ja. Nou, eerlijk gezegd heb ik al het idee dat hij besluit van ik ga mijn woonkamer eens even omgooien. Van elke woensdag. Zo, ik zit weer comfortabel bij, zo comfortabel mogelijk in ieder geval. Nou, het is comfortabeler dan aan die houten stoelen waar we zaten. Dat is wel waar, hè? Ja. Om daar gelijk over te beginnen, de houten stoelen. De houten stoelen, ja. Daar hadden we geen zin meer in. Dus we hebben het concept weggegooid van de houten stoelen. Vanwege de houten stoelen zijn we nu op de bank gaan zitten. En toen dachten we, ja, dan kunnen we geen interviews meer doen. Maar ja, er is gewoon geen plek. Er is geen plek voor een derde. Dus nee. We hebben besloten dat we gewoon met z'n tweetjes gaan doen. Ja, en het heet ook niet meer Gek van Mezelf de podcast. Het heet Vet Gezellig de podcast. Want het leek ons wel logisch om het Vet Gezellig de podcast te maken. Ja, om gewoon eigenlijk zo min mogelijk verwarring te veroorzaken met al die namen. Ja, want ik heb natuurlijk ooit een boek geschreven en dacht van, oh ja, dat is leuk, dan noem ik dat Gek van Mezelf. En dan noem ik ook de podcast Gek van Mezelf en het spel Gek van Mezelf. En je sloeg eigenlijk een beetje door, want je wilde alles Gek van Jezelf gaan noemen. Ja, terwijl we staan bekend als Vet Gezellig. En als mensen iets willen opzoeken, de derde meest gezoekte term op Vet Gezellig op YouTube was Vet Gezellig podcast. Oh. Dus ja, als je dan geen vetgezellig podcast krijgt en dan Gek van Mezelf, dan snap je er ook geen reet meer van. Nee. Dus, bij deze, ik hoop dat we vol gaan houden, want het is al de 6e podcast die ik ooit begonnen ben. Ja, maar ik heb veel vertrouwen in dit concept. Ik heb ook wel veel vertrouwen in dit concept. Het komt wat dichter bij ons te staan. We houden heel erg van lullen tegen elkaar. En we houden gewoon niet van voorbereiden. Nee, heel eerlijk gezegd, we houden niet zo heel veel voorbereid. Scripten kunnen we ons eigenlijk niet aanhouden. Nou, ik niet vooral. Jij kan het nog wel goed. Ik ben er heel slecht in. Laten we eerlijk zijn, ik werd zo zenuwachtig van die podcast die we aan het doen waren. Ja, want we wilden het ook goed doen en dan was het veel research. Jij was echt een halve dag bezig met research sowieso. En dan moest ik ook nog daarmee bezig. En laten we eerlijk zijn, ik heb meerdere dingen te doen per week. Jij hebt ook vrije tijd nodig. Ik niet zo, maar... Nou, jij hebt ook vrije tijd nodig. Dus laat zo zeggen, dit was handiger, was leuker... en dit was gewoon hetgene wat we wilden doen. Ja, absoluut. Dus gaan we dit doen. Op een gegeven moment moest ik met jou de confrontatie aangaan... om dit te gaan doen. Ja? Ja, dat was wel heel erg heftig. Nee, dat was echt lastig? Ja, dat was lastig. Ja. Nee, ik wilde even een bruggetje maken die totaal geen goede brug is... Nou ja. Naar het onderwerp van vandaag, want we gaan het hebben over confrontaties. Dat is nog best een goed bruggetje dan, toch? Vond je? Ja. We hadden helemaal geen confrontatie hierover, toch? Nou, een klein beetje. Ja, misschien wel een klein beetje. Ja. Ja. In ieder geval, deze podcast is wat ongenuanceerd misschien. We bedoelen heel veel dingen als een grap waarschijnlijk. Maar dat ga je de komende maanden wel merken. We hebben een apart soort humor, denk ik, voor heel veel mensen. En die zal ook wel een klein beetje... in deze podcast naar voren komen. Het is... laten we zo zeggen, we hopen niet gecanceld te worden. En daar gaan we ook niet vanuit, overigens. Toch? Nee, maar we zijn wel heel erg... confrontatievermijdend. Confrontatievermijdend, maar ook wel... Nou ja, wel met reacties trouwens, hoor. Ja? Ja, ik vind dat eigenlijk heel klote als ik daar dan iemand wil aanspreken. Dan voel ik helemaal zenuw ook in me opkomen. Hoe bedoel je met reacties die je op internet krijgt? Ja. Oh. Als ik daar dan op wil reageren omdat ik het niet aardig vind of vervelend of zo, dan voel ik daar helemaal adrenaline. En dat is hetzelfde adrenaline die ik gisteravond voelde toen ik iemand ging confronteren. Dat is ook de reden waarom we het over confrontatie gaan hebben. Want gisteren kwamen we erachter, of tenminste, ik wist altijd al van mezelf, maar ik wist niet dat jij dat ook zo sterk had, dat we allebei niet goed tegen confrontaties kunnen. Ja, ik zeg altijd van verspil je energie er niet aan, maar eigenlijk is dat gewoon dat ik het wil vermijden. Ja, want elke vorm van iemand aanspreken op iets. Ja, dat is wel echt zo, hoor. Mm. Ja, jij hebt altijd zo van, nee joh, nee, laat maar lekker. Ja, wat maakt het nou uit? Verspil je energie er niet aan, wat maakt het nou uit? Is het nou echt zo erg? Wat was er gisteren gebeurd? Gisteren? Ja. Toen zaten wij lekker op de bank. Je had een of andere video over Linkin Park. Over Linkin Park stond het aan je. Ja. En toen misschien had ik toen die rage, daarom bij Linkin Park. Ja. Dat ik ineens dacht... Ah. En toen zagen we opeens een schutting rammelen. En voor jullie beeldvorming hebben wij... wat is het, een jaar geleden? Ja, een jaar geleden een schutting neergezet. Omdat we eigenlijk één grote ruimte hadden met allemaal andere buren. En wij wilden eigenlijk een aparte tuin. Ja, een beetje afgesloten. Een beetje afgesloten. Dus er werd ons in eerste instantie niet in dank afgenomen, omdat... Ja, degene die daar wonen het wel lekker vinden... dat we zo'n gezellig pleintje hebben met z'n allen. Ja, maar het was echt een rotzooi. Ook voor de beeldvorming. Het was helemaal begroeid. Onze tuin was een rotzooi, ja. Het was echt een rotzooi. Ja, En dat zagen we niet opknappen, alleen behalve als we een schutting gingen neerzetten, toch? Ja, en we wilden ook niet meer dat mensen naar binnen konden kijken. Dat was niet de reden toch, dat het zo'n troep was? Onder andere, ja, want dan konden we het makkelijker bijhouden. Oh, we wilden het gewoon in één keer helemaal aanpakken, maar dan wilden we ook gewoon dat we er konden zitten. En wat ik gewoon eng vond was, als ik dan bijvoorbeeld alleen thuis was ook... dat komt niet heel vaak voor, hoor, maar als het voorkomt... Ik vind het gewoon eng dat letterlijk iedereen kan naar binnen kijken. Ja. In de woonkamer, in de keuken. Ja. Je kan zelfs bij mijn slaapkamerraam. Ja, ik vond het gewoon onprettig. En ja, niet dat de schutting nou heel veel doet, maar het is wel een stapje waar je overheen moet. Ja, dus die schutting hebben we vorig jaar met behulp van kennissen opgezet... En gisteren werd het dus ineens aangetrokken. Ja, we zagen die schutting rammelen en een hoop gescheld aan de andere kant, volgens mij. Ja, want wij zitten altijd wij zitten bij het raam, dus we horen ook echt alles. Ja. En ik dacht van, godsamme, er was al een keer iets tegen aangespijkerd. Was ik al niet enthousiast over, maar ik denk, laat het gaan. Mm. Wij hebben hem betaald, de buren hebben er niet aan mee betaald... en we hebben ook echt een deel op onze grens gezet, zodat we zeker geen... gezeik ging krijgen, want dat wilden we ook niet. Nou ja, maar echt gewoon een groot deel, hoor. Want we hebben wel een klein stukje ook aan de buren gegeven. Ja, een klein stukje. Een gewoon boom. Puur omdat we dan dachten van... dat kan in ieder geval niet gezegd worden van... het staat op ons erf of wat dan ook. Maar goed, daar was dus ook al iets tegen aangeschroefd... en daar was ik al niet zo enthousiast over. Maar toen zei je al van, joh, wat maakt het nou uit? En nu weet ik dat je gewoon confrontatie vermijden was. Nou, ik moet eerlijk zeggen, het maakt me... het maakt me ook echt niet uit... dat er van alles tegen aangeschroefd wordt... maar ik vind het wel een soort van brutaal. Ja. En, wat wilde ik zeggen? Ja, en voorzichtig doen met allemaal spullen. Want het is nou niet alsof die geweldig goed stevig staat. Nee, want klopt. Uiteindelijk is het een huurwoning natuurlijk. Dus ook niet alsof we nou denken van die schutting moet 20 jaar mee. Nee, maar ik denk dat hij wel op zich... Hij staat redelijk stevig. Hij staat goed, maar het is niet, je moet er niet aan gaan hangen. Nee, klopt. Nou, dat werd dus wel gedaan. En ik dacht van, godsamme. Ik denk, maar eigenlijk wil ik dan dus niet erop aflopen. Want ik voel helemaal spanning opkomen. En denk, nee. Adrenaline, nou, daar ben ik sowieso geen fan van. Maar ik dacht, ja, ik vind het gewoon irritant. En ik wilde wel wat van zeggen. Want er was letterlijk niks gevraagd om daar iets aan op te hangen. Terwijl wij het hebben betaald. Ik vind in ieder geval dat je het moet zeggen. Of vragen in ieder geval. Ja. Dus ik loop naar buiten en ik zeg van... Hé, wat zijn jullie aan het doen? Want jullie trekken heel erg aan de schutting. En zo stevig staat hij niet. En toen werd een beetje zo van... nee, inderdaad, staat niet zo stevig. Wie heeft dat gedaan? Ik zeg, nou, ikzelf. En ik vind niet zo chill dat er eigenlijk gewoon... zonder onze vragen een poster wordt opgehangen. Want wij hebben hem betaald. Ja. Dat mag eigenlijk helemaal niet. Nee, dat mag niet. En toen werd er gezegd van... dan vraag ik het nu. Ja, toen dacht ik, dit is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Maar ja, ik had ook geen zin om helemaal stennis te aan schoppen. Maar ik voelde me helemaal zo warm worden en... klamme handjes en dat soort dingen. Ik vind dat zo kloten, maar ik kom best wel kordaat volgens mij over. Mm. Maar van binnen sterf ik. Toen dacht ik, dit is een... ja, maar echt. Dit is een onderwerp, want jij liep gelijk weg. Ja. Jij ging gewoon letterlijk de douche in. Met donder. Ik denk, ik moet weg. Maar je had gewoon de zenuwen in het donder. Ja, ik wil het niet horen. Want dan denk ik van, dan word ik helemaal zenuwachtig. Ja, nou ja, gewoon uiteindelijk heb ik de deur hard dichtgetrokken en dacht ik van, nou, laat maar gaan. Ja. Ik wil er nog wel misschien op aanspreken, want ik vind het gewoon nog steeds niet echt chill. Maar ja, aan de andere kant, who gives a fuck? Nou ja, is dat zo? Who gives a fuck? Of is het de spanning? Dat is de spanning eigenlijk, want ik vind het eigenlijk best wel kut. Ja, ik moet wel zeggen, ik ben altijd wel trots op je als je dat doet, hè? Dank je. Ja. Maar dus we dachten, nou, waarin onze relatie en naar de buitenwereld... waarin hebben we allemaal wel eens confrontatie vermeden? Mm-hmm. Dat vond ik wel een mooi onderwerp, want als ik naar mezelf kijk... Ik ga de confrontatie niet vaak aan. Met mensen in mijn omgeving niet. Ik probeer ook nooit snel boos te worden. Ook niet als ik boos zou zijn op jou of zo. Dan stop ik dat weg, want ik hou gewoon niet van het gevoel. En nu in het gesprek gisteren dacht ik van... oh ja, met jou, jij doet dat dus ook. Ik ga de confrontatie met jou wel aan, hoor. Ja, met mij wel, maar jij doet het in ieder geval niet naar de buitenwereld. Ik moet zeggen, ik kan het wel inderdaad met mensen die dichter bij me staan. Dat vind ik echt wel makkelijker, want dan kan ik een reactie inschatten. Ja. Ah, oké. Ja. En mensen die er buiten staan, nee, dat vind ik heel lastig. Dat doe ik eigenlijk bijna niet. En waarom niet? Ja, dan kan ik geen reactie inschatten. Dus dan gaat mijn hoofd automatisch naar dat het te spannend gaat worden. Oké, ja, bij mij is het dus... Ik vind die reactie maakt me niet zoveel uit... als in meer het gevoel wat ik krijg. Dus ik krijg altijd een beetje angstgevoel, gespannen gevoel altijd ervan. Ja. En dat refereer ik aan angst... en daardoor krijg ik dan een raar gevoel. Ik, En daardoor wil ik het eigenlijk niet. Want ik vind die adrenaline stoot die je binnenkrijgt, vind ik heel naar. Omdat je dan helemaal staat shaken. Ja, en, nou ja, daarom vermijd ik het altijd. Okay. Maar jij kan het wel bij familie? Ja, makkelijker. Ik vind het ook niet makkelijk of zo. Maar ik denk toch wel dat er... Voor mij voelt dat als een stuk meer ruimte. Ja. Omdat ik... weet dat iemand dan waarschijnlijk toch niet kut gaat reageren op me. Mm. Of boos gaat worden. En als dat wel zo is, dan lossen we dat ook alweer op. Maar wat was de vraag ook alweer? Of ik het wel bij familie kan. Maar waarom je het wel... Ja, daarom eigenlijk. Mm. Omdat ik vind het toch altijd lastig om een inschatting te maken van hoe er gereageerd gaat worden. Ik weet zelf ook niet goed hoe ik overkom. Of ik dan misschien te grof overkom, om juist te vriendelijk. Nou, jij komt wel grof over, hoor. Ja? Ja, jij kan wel grof overkomen. In de dingen hoe jij dingen zegt, kan het best wel dat je denkt van, zo. Oké. Ik kan het ook wel. Ik kan best wel boos overkomen, weet ik van mezelf. Nou ja, ik vind jou altijd wel rechtvaardig overkomen. Oh, echt? Oh, ik heb altijd het idee dat ik super boos ben. Ja, maar je bent niet echt boos tegen mij of zo? Of... Nee, ik word niet zo snel boos sowieso. Maar gisteren was ik wel echt flink geïrriteerd. Ja. Ik dacht wel van, goh. Eigenlijk wilde ik gewoon het liefste gewoon die poster van de dingers aftrekken. Dat was trouwens een poster die vastgeboord werd, hoor. Dat wil ik wel even zeggen. Want als het een poster was wat even met buddies vastgemaakt was of zo. Wat is buddies? Ja, van die dingen die je zo vast... Hoe noem je dat? Van die posterdingen, van die plakkerige posterdingen. Nou, er zou maar een wissellijst erop hangen, toch? Dat ze elke week tegen een andere aan kon kijken. Nou ja, we hoorden daarna trouwens nog dat de reden waarom dit gedaan werd... was omdat ze tegen het hek kon aankijken. Ja. Of niet, daar wilden ze niet tegen aankijken. Ja, en in eerste instantie kijkt ze tegen stenen aan en nu tegen een hek. Ja, dat is gewoon oogelijk. Ja, nou ja, goed, iedereen heeft zijn eigen smaak. Ja. Ik kijk persoonlijk liever niet tegen een poster aan, maar ja... Ja, nou ja. Buiten dan. Kijk, en achteraf... Kijk, maar als het was gevraagd, dan had ik gezegd... Van, ja, liever niet, maar als je het echt graag wil doen, dan moet je het doen. Waarschijnlijk had ik dat gezegd, maar ik vind het gewoon niet zo chill als iemand... Maar wat is dat voor een antwoord eigenlijk, liever niet? Ja, dan kan zelf iemand toch invullen van wat het is, liever niet. Maar ja, als je het doet, doe het dan maar. Ja, dus dan moet je je schuldig voelen wanneer je het ophangt. Liefst dat is jouw intentie dan achter dat liever niet. Eigenlijk het liefst wil ik iemand een beetje schuldgevoel aanpraten... waardoor ik niet degene... liever niet. Ja, het is wel zo. Als je het op inzoomt, wil ik gewoon niet degene zijn die zegt nee. Ja, ik wil gewoon iemand een soort van schuldgevoel aanpraten. Ja, eigenlijk is het best wel nasty. Jij zegt heel vaak, nou, liever niet, maar ja, als je het per se wil... en dan heb je eigenlijk al een idee van, nou, nu vind ik het niet eens meer leuk om te doen. Ja, dat is waarom ik het doe. Het is omgekeerde psychologie proberen toe te passen. Nou, echt hoor. Ja, dat is goed echt voor je. Ja. Maar dus confrontatie... Ik had hier trouwens vragen over. Want ja, dat ik ben wel benieuwd naar je vragen. Ja. Wat zijn enkele situaties waarin jij jezelf ongemakkelijk voelt... bij het aangaan van... confrontaties. Moet ik situaties opnoemen die ik ervaren heb? Ja, welke heb je ervaren? Nou, voornamelijk eigenlijk mijn buren. Ja? Ja, nou ja, die ik niet ben aangegaan of die ik wel ben aangegaan. Of zou ik gewoon een collectie doen? Ja, gewoon collectie. Nou ja, ik woon natuurlijk in een flat hiervoor. En daarin was heel veel overlast van hardcore muziek eigenlijk. En daar werd ik gillend gek van, maar... die gozer die dat deed, ik wist van verhalen dat hij nogal als vaak een pilletje gebruikt en heel veel vrienden over de vloer heeft. Ja. Dus ik vond het heel eng om daar aan te bellen, dus dat deed ik ook niet. Dus wie er dan op het moment bij mij aanwezig was, die moest dan naar beneden. Ja. Ze was dan of mijn ma of toenmalige vriend, maar dat heb ik nooit zelf gedurfd. Dat ik dan echt, ook vooral in de nacht, als ik had als een feestje of zo... Ik ging echt niet daar aanbellen met al die mannen daar in dat huis. Dat snap ik ook wel. Een vrouw die... Ja, dat is toch anders. Want je voelt... Ja, trouwens, ik voel me dus altijd ook hetzelfde, hoor. Dat ik ook denk van, je weet niet wat er gaat gebeuren. Ik denk dat het hetzelfde is. Maar het was best wel intimiderend. Ik ben dus 1 keer meegegaan, dan met mijn ex-vriend. En als die zich kwaad kon maken, dan deed hij alles. Maar dat was alleen in de nacht, want hij was heel geïrriteerd. Hij kon niet goed tegen niet slapen krijgen. Nee, dat kon hij niet tegen. Dus toen zei hij van, loop jij dan wel mee? Want hij vond het zelf ook een klein beetje eng, want hij was zelf ook niet zo groot van stuk. Ja. Dus die belde daar aan. Nou, toen deed er een gozer over, die ging zo intimiderend tegenover hem staan. Zo van, wat mot je nou en zo. En toen heeft hij gezegd van, dat anders ging hij wel de politie bellen. Oh, serieus? Hij was echt chagrijnig. En toen gingen we naar boven. Toen ging het inderdaad een stukje zachter. Toen konden we slapen. Maar ja, nou, alleen die spanning al vond ik echt niet te doen. Nee, ik zou dat ook echt verschrikkelijk vinden. Ik vond dat zo eng. Denk je, wat moet ik daar nou als ik daar sta? En ik zie hem daar aangepakt worden. Ik kan niks. Nee. Maar goed, dus dat heb ik nooit gedaan. Maar toen ik in mijn nieuwe woning kwam, toen dacht ik, oh, lekker, eindelijk rust. En toen had ik opeens een gamer boven me. Echt ja, die maak jij nu ook mee natuurlijk. Nou, die maakte ik al van het begin mee, want we kennen elkaar sinds dat jij er bent gewoond. Maar die dat is waar ook, ja. Ja, maar die is echt, de lelijkste woorden, die scheelt die 's nachts. Ja, dat is bizar. Die is heel veel met kanker aan het schelden en van alles. Maar... keihard aan het stampen, alles. En, ik heb het idee dat we meer over buren hebben in deze aflevering. Ja, maar dat is eigenlijk de confrontaties die ik dan heel moeilijk vind met buren. Ja. Maar daar heb ik wel aangebeld. Ja. Want toen was hij heel erg aan het stampen. En, ja, hij doet dus... Oké, dus even voor de beeldvorming ook. Hij doet dus 's nachts... Echt, als wij liggen slapen, 11 uur begint hij. Gaat hij ineens op de vloer net boven ons, waar we slapen... gaat hij met zijn klompen aan, gaat hij staan dansen. Of zo. Ja, zo voelt het bijna wel, toch? Echt, eerlijk gezegd heb ik al het idee dat hij besluit van... ik ga mijn woonkamer eens even omgooien. Van elke woensdag. Hij appte me wel eens dat van... hij is weer zijn woonkamer aan het verbouwen. Maar die gozer deed dat letterlijk elke dag. Ja, het is echt verschrikkelijk. Maar ja, toen had ik me kwaad genoeg gemaakt. Toen ben ik gaan aanbellen. Ik denk dat het 1-2 uur 's nachts was. Ja. Toen kwam hij naar beneden en... toen keek ik naar beneden. Hij deed de deur open. Toen keek ik naar beneden en toen zag ik die sportschoenen. Oh, hij had gimpjes aan. Ja, hij had gimpjes aan, vastgetekend. Het lijkt echt alsof twee van die grote, weet je wel, met die stalen neuzen, dat hij daarmee aan het lopen is. Wat ja, die bouwvakkers allemaal dragen. Het waren gewoon gimpjes en de zool was losgelaten, dus hij had het bij elkaar getaped. Nou ja. Oké. Dus ik was alleen maar gefocust op die schoenen. Maar ik zeg tegen een vakker, alsjeblieft die schoenen uitdoen en wat zachter graag. En toen begon hij van, ja, de woningbouw moet maar beter isoleren. Ja. Toen zeg ik, nee, jij moet gewoon je schoenen uitdoen. Ja. Want ik was echt kwaad. Ja. Maar het was ook niet zo'n intimiderende gozer, hoor. Dus dat durfde ik dan ook wel. Ja, maar laatst wilde ik naar buiten gaan. Toen mocht ik je niet confronteren. Ja, maar toen stond ik erbij, schat. Ja, maar je deed het zelf ook, de confrontatie. Nu was ik heel kwaad zelf. Oh, omdat je moe was? Ja, ik moe, kwaad. Nou, ik heb dat gedaan. De deur ging dicht en ik kon slapen. En toen dacht ik, nou, trots momentje. Maar nog lig je dan een soort van in de spanning. Ja, is wel zo. Ja, ja. Ik raak gewoon heel gespannen ervan. Ja, ik moet zeggen dat ik dus ook naar buren... Ik heb dus inderdaad, toen ik in Rotterdam kwam wonen... de buren een kind horen verwekken. Dat was letterlijk zo. Oh, maar dat is niet zo'n probleem. Ja, dat was één keertje hard tekeer gegaan. En toen woonden we echt letterlijk... Dat was de eerste avond dat we er sliepen. En we dachten, oh god, gaat dit elke dag zo zijn? Dat bleek wel mee te vallen, want 9 maanden later hadden ze een kind. Dat was echt letterlijk zo, hè? Is het de enige keer dat er wat gebeurd is? Nou ja, we hoorden 2 of 3 keer hebben we wat gehoord en daarna niet meer. En toen was er 9 maanden later echt een kind. Daar heb ik niet zo heel veel confrontatie hoeven te hebben met de buren eigenlijk. Nee, eigenlijk niet echt. Hier dan iets meer, want van de week heb ik ook die knalpaap die boven ons woont... nog eens hard aangebeld. En weggerend. En weggerend zo. En toen helemaal hartkloppingen in bed. Ja? Ja, jij lag al te slapen. Ik zei, verschrikkelijk. Oh. En ik heb toevallig, familie, dat doe ik dus ook nooit... maar ik heb toevallig mijn vader in Parijs even toegesproken. Jeetje, je vader toespreken. Ja, dat was wel echt next level, hoor. Nou, nee, ik vond het eigenlijk wel fijn, maar ik voelde ook wel weer die adrenaline opkomen. Ja? En ik heb wel vaker, hoor. Ik heb het ook wel eens, als ik ergens iets niet mee eens ben, dan voel ik ook helemaal opkomen en dan denk ik, nee, laat maar gaan. En dan hebt het wel weg. En eigenlijk is het beter om het even gewoon wel dan te zeggen. Maar het probleem is, ik kan niet goed reguleren, denk ik, in die zin. Ja, dus dan ben ik bang dat ik te hard eruit kom, terwijl dat helemaal niet nodig is. Oh ja, daarom moet je het eigenlijk niet te hoog op laten lopen, inderdaad. Ja. Anders komt het er echt uit in de lelijkste vorm. Ik ben confrontatie vermijdend. Maar moet je nog even vertellen over wat je tegen je vader gezegd hebt? Ja, mijn vader die verbeterde de hele tijd mijn taal. Want nou, zou je ook wel eens doorhebben als je mijn video's kijkt of zo. Mijn zinsbouw, hoe ik praat, is niet altijd even best. En dat probeert hij altijd, of ik gebruik verkeerde woorden... en dat probeert hij dan te corrigeren vanuit een eigen punt... dat hij ook onzeker is over zijn taal geweest. En ik werd er gewoon een beetje gek van in Parijs. Ik zeg, pa, ik heb liever niet dat je dat doet. En toen zei hij, ja, maar ik wil je helpen. En toen zei ik, pa, ik wil gewoon dat je niet doet. Kan je dat gewoon mee stoppen? Mm-hmm. Ja, toen ging hij nog door en toen zei ik, pa, ik ga nu naar de wc. Ik heb er even geen zin in. En, maar toen voelde ik wel helemaal van echt wel woede. Want ik wilde, en dan wil ik eigenlijk zeggen, nu moet je godverdomme ophouden... Ja, dat wil ik dan ook weer niet. Nee, dat begrijp ik. Nee, dus dat hou ik binnen, maar daardoor komt die adrenaline niet. Dat is ook helemaal niet handig, denk ik, als je het zo grof neergooit. Nee, tuurlijk niet. Maar het was wel een irritatiepunt wat ik al wat langer had, denk ik. Nou, wat ik al jaren had. En nu durfde ik het eindelijk. Mm-hmm. Om het een keer te zeggen. Ja. Hij is er wel mee gestopt. Thanks, pa. Ja, maar eigenlijk tegen je vader, ja. Het lijkt mij dat je dat dan... Dat je daar beter... Het lijkt mij dat dat beter gaat dan dat het tegen een vreemde is. Ja. Is dat voor jou dat ook zo? Nee, ik denk dat ik tegen vreemden makkelijker vind. Echt? Ja, weet ik eigenlijk niet. Nee, het is makkelijk. Nee, het is veiliger om tegen je... Toch? Het is veiliger, je weet toch dat je vader niet gaat zeggen van... Nou, ik verbreek hierbij de relatie. Nee, dat is ook wel zo. En je weet niet hoe een ander gaat reageren, inderdaad. Gisteren dacht ik ook echt van... Oké, dit kan de tweede kant op gaan. Ze waren wel aan het brommen, maar het viel wel mee. Ja, maar ik heb ook wel het idee dat... Wanneer jij iets zegt, dat je best wel... ja, je staat wel je mannetje. Ja. Ik ben niet groot van stuk, maar je staat wel je mannetje. Dank je. Ik probeer altijd wel... Ja, ik weet niet. Dat komt dan ineens in me omhoog of zo. Ja. Nou, ik heb jou nog nooit echt de confrontatie zien aangaan, inderdaad. Nee, hè? Nee. Jij gaat altijd een beetje uit de weg, heb ik het idee. Ook dat je... Mocht het in een sociale situatie zitten waar ik bij ben, dan ga je het ook uit de weg. Ja, dingen moeten vaak ook nog wel bij mij landen. Ja. Dus als ik ergens boos om word, dan is het vaak zijn we al een half uur verder in het gesprek. Ja. Dat ik dan denk van, dat vond ik eigenlijk niet leuk. Oh ja. Vandaar dat je dan ineens zo kan reageren, dat ik ook soms denk van, hè? Ja, het duurt allemaal, het komt even wat later aan. Okay. Dus dat heb ik dan niet altijd even door. En als het dan eenmaal komt, dan denk ik van, ja, kan ik nu opeens niet ertussen gaan gooien. Heb je ooit confrontatie vermeden dat je nog weet dat je die eigenlijk had moeten of willen aangaan? Ja. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, op mijn vorige werk. Oké. Ja, toen... Het werd nogal onjuist behandeld door de nieuwe bedrijfsleider. En toen had ik daar echt wat van willen zeggen. En als ik dan thuis zit en denk van... dan een soort van irritatie bij mezelf. Ik denk van... nu opeens komt alles helemaal op wat ik had kunnen zeggen. Maar dan sla ik helemaal dicht. Achteraf is dat sowieso makkelijk. Weet je wel dat wij soms... laatst waren we aan het scooteren. Ja. Toen was er een man die toch lul tegen me zei of zo... omdat ik niet mijn richting aangaf. Nee, omdat ik niet helemaal door had dat ik daar naar rechts moest. Ja. En die was afgestapt, was vaart gaan minderen of zo... en die was bijna afgestapt of zo. Ja, het was echt heel heftig voor hem. Vond hij heel heftig. En toen zei hij lul of zo? Ja, toen riep hij lul. Toen dacht ik ook echt van... Dan ben ik even zo van, hè? Ja. Wat gebeurt hier nou? En dan later denk ik van... Had ik ook gewoon kunnen zeggen van... stel je niet aan of heb je het zo zwaar of zo. Ja, maar in zo'n situatie denk ik van... wat schiet dat dan op? Want dan heb je iets teruggeroepen. Ja, maar hij was op de fiets, dus ik kon heel snel wegscooteren. Maar ja, oké, maar dan had je hem eventjes naar de zijkant kunnen duwen met je voet, toch? Ja, dat had ik ook gekund. En dan snel wegrijden. Ja, dat zou ik nooit doen. Ik zou ik doe het altijd alleen maar met woorden, schat. Ja, in dat soort situaties denk ik van ja, is dat wel handig? Want uiteindelijk schiet je daarmee op. Je roept naar een vreemde van zeg, mag het ook wat aardiger? Alsof die daardoor... alsof je dan je gram gehaald hebt of zo. Ja. Maar ik denk... Een snuifje kook. Een grammetje kook heb gehaald. Maar verder ja... denk ik toch dat het meer in persoonlijke situaties... waarin je echt beledigd wordt, dat het misschien wel... Kijk, je wordt ook beledigd met lul... maar het komt van iemand die vindt dat jij je richting aanwijzen moet aanzetten. Nou ja, dat laat ik me dus niet zo door beledigen... want ik denk van ja, ik ken die man niet, die kent mij niet, ik ben geen lul. Nee, nou ja, soms wel. In het verkeer soms wel. Ben ik een lul in het verkeer? Ja, soms wel. Hoezo? Ja, je sjeest overal tussendoor. Ja, je zou niet zeggen met mijn angst, hè? Ja, dat is echt bizar, hoe jij op die scooter rijdt. Daar hebben we het de andere keer wel over. Maar jij... iets vermeden waarvan je nu denkt van dat ik echt aan moet gaan. Vast wel, maar ik weet niet iets wat ik... ik kan me niet iets snel heugen of zo. Dat ik denk, dat had ik moeten doen. Kan jij nog iets heugen bij mij? Bij jou? Bij mij drijft het al heel... irritatiegevoel drijft al heel snel weer weg. Dus dan denk ik van, het zal wel. Ja... Nou, je hebt eigenlijk niet zo heel veel vaak. Je kan je ook niet zo heel erg opwinden over dingen. Nee, want ik denk altijd... Ik ben degene die jou wat meer opjut, denk ik, volgens mij. Soms wel, ja. Want nu de laatste tijd word ik wel veel opgejut. Ben ik opgejutter. En terwijl ik denk van... waarschijnlijk zelf had ik er niet eens aandacht aan besteed. Dan dacht ik, het zal wel. Huh? Ja, ik voelde... Omdat jij dan iets zegt, dan denk ik... shit, ja, je hebt gelijk eigenlijk. Maar normaal dacht ik daar niet zo ver over na. Oh. Ja, oké. Is misschien niet al te handig. Nou ja, aan de andere kant, misschien moet ik ook eens een keer wat bozer worden, toch? Soms is het ook goed voor je om boos te worden, denk ik. Nou, ik merk wel in de laatste tijd dat jij wat meer op je strepen gaat staan. Nou ja, dat heeft wel te maken met iets waar we mee bezig zijn, meid. Met Munnik. Oh, met de homeopaat. Met de homeopaat. Ja, zij is echt geweldig. Ja, ja. Onze Monique. Ja. Nee, ja, ik ben daarmee bezig inderdaad. Dus ja. Ik merk ook wel dat ik ik ga wel aan de vraag of ik nog iets krijg waardoor ik inderdaad ook de confrontatie wat sneller opzoek. En dat ik dan wat minder die andere... Ja, want eigenlijk is het vooral de spanning die jij voelt. Want je vindt het niet... Ja, je vindt het eigenlijk nooit per se eng om mensen op iets aan te spreken, denk ik. Maar je wilt niet die adrenaline voelen. Nee, ik vind het niet zo eng om mensen... Nou ja, maar goed, ik vind wel mensen ook wel... Ja, ik vind het wel eng om mensen aan te spreken. Ja, ja. Doordat ik die adrenaline krijg. Ja, precies. Ja, anders zou ik het wel doen. Als ik dat niet kreeg, dan durfde ik dat wel. Ja, het is eigenlijk een wisselwerking, hè? Ja. Want ik moet zeggen, dat gevoel is niet prettig, maar ik ga veel langer met de woorden van iemand zitten dan met dat gevoel. Ja, klopt. Wat zouden we eraan kunnen doen? Moeten we meer de confrontatie opzoeken? Is dat... Ja, ik denk dat dat een afweging is. Dat je niet overal over moet... vallen. Ja, omdat het over het algemeen mensen die dingen makkelijk loslaten... Die leven ook gewoon een prettiger leven. Nou, dat is wel mijn filosofie op een gegeven moment geweest. Dat ik dacht van, ik laat het gewoon los. Want het heeft toch geen zin om hier druk over te maken. Want die man bijvoorbeeld die dus lul zei... die is toch al doorgefietst en weet niet eens meer wie ik was. Weet je wel? En ik zit er dan nog steeds mee. Ja. Dus ik probeerde inderdaad dat ik denk, nou ja... Ik zie ook mensen in het verkeer, mijn vader ook... dan zit hij zich te irriteren als hij ergens achter gaat. Ja, dat vind ik zo irritant. Dan denk ik echt van, joh, wat maakt het uit? Dan zijn we 5 minuten later. Who gives a fuck? Dat is heel vaak ook... Als bijvoorbeeld als ik bij de kassa sta of zo... en ik zie mensen geïrriteerd worden omdat iets te lang duurt... dan wil ik eigenlijk automatisch ook denken van... oh, moet naar die andere. En denk ik van, ja, wat heb ik nou eigenlijk te doen vandaag? Dat, maar ik moet wel... Dan ben ik waarschijnlijk 10 minuutjes later thuis. Ik moet wel zeggen dat jij, als we op de scooter zitten... wel sneller reageert op dingen die andere mensen naar ons toe doen. Ik schrik heel erg van hoe mensen in verkeer zich gedragen. Ah, okay. Want had jij laatst, toen reed er opeens iemand in zo'n scootmobiel... een hele andere richting verkeerd op of zo. Ja. Ik schrok er heel erg van. En toen ging jij als een gek stoppen op de rotonde. Ja. Toen kwamen er ook mensen in een verstopping. Ja. Ik denk, wat is ongelooflijk. En dan word ik weer gelijk opgefokt. Oh, is dat ik denk meer? Van, dat kan je toch niet maken? Nee. Als iemand er langzaam rijdt of wat dan ook, ja. Maar ook daar durf ik dan niet confrontaties te zeggen van... joh, dit is niet zo handig, hè? Nee, maar ja... Maar ja, ik heb wel eens het idee dat dat eigenlijk niet echt uitmaakt. Want iemand ziet heus wel wat hij aan het veroorzaken is. Ja, dat is ook wel zo inderdaad, ja. Ja, nee, dat is waar. Met scooter word je wel vaak lul genoemd trouwens. Nou, jij wordt echt vaak lul genoemd. Ja, terwijl ik helemaal niks raars doe. Nee, ja, ze kunnen er gewoon niet tegen dat je gewoon lekker door het verkeer heen chased... terwijl zijn wielen moeten staan. Zo op de snelweg, jij met scootertje. Precies. Maar weet je wel, misschien kunnen de kijkers daarover, de luisteraars er ook mee. Ik denk dat als jij jezelf op een gegeven moment bij de rijdende rechter ziet zitten. Dat is geen goed idee. En dan zit je daar te zeuren over hoe iemand aan je schutting aan het rammelen was. Ja. Dan denk ik dat je wel bij jezelf moet nagaan, was het het nou echt waard? Oh, maar dit gaat over... Nee, maar dit gaat, was het nou echt waard om de confrontatie aan te gaan? Nee, maar wat zouden we in de toekomst meer de confrontatie moeten opzoeken? Of heb je zoiets van... Nou, ik zeg, wat zeg ik toch? Ga bij jezelf na, is het waard? Ja. Is het iets waar ik mee kan leven als het gebeurt? Maar toch vind ik het vervelend dat ik ook confrontaties vermijdend ben. Want in sommige situaties, ook bij jou, zou ik soms wel wat meer de confrontatie willen opzoeken. Dat vind ik echt niet nodig. Nee, dat snap ik. Vind ik echt per definitie, hoef je echt niet te doen. Ja, maar bij jou mijd ik het ook echt als alles. Ja, maar je moet dat niet doen, schat. Ik heb vandaag nog gehoord dat vrouwen hormoonschommelingen hebben waar je u tegen zegt. U? Ik kan letterlijk, gisteren kan ik een heel anders erbij zitten dan vandaag... Echt niet, gisteren was je ook weer... Nee, was dat eergisteren of gisteren? Was je iets kwijt en... Ja, schat, toen zat ik gigantisch maar toen was je zo... En dan, ja, maar dat wil ik eigenlijk ook... Dan vermijd ik het ook om de confrontatie... dat ik zeg van, joh, stel je nou niet zo aan... ga gewoon liggen en... Ja, maar dat is eigenlijk dom als je dat zou doen. Weet ik, dus dan doe ik... Nou, misschien moet bij jou die confrontatie gewoon sowieso van mij. En in het geval van andere mensen... moeten we hem waarschijnlijk soms even iets wat vaker opzoeken. Als we denken van... doen we het vanwege angst het niet, maar we willen het wel. Ja, dan moeten we het wel doen. Dat is de afweging die we maken, inderdaad. Maar of je komt erachter, ja, maar vind ik het nou echt zo boeiend? Nou ja, dat valt wel mee. Het is even een irritatiemomentje, maar we kunnen er weer om lachen. Dan is het oké. Ja. Ik heb bij heel veel dingen dat ik dat het gewoon om kan lachen. Dus je kan nu ook wel lachen om die grote poster die nu ophangt. Ja, eerlijk gezegd wel. Jij krijgt het wel. Dus eigenlijk was de confrontatie eigenlijk ook niet... Ja, nee, maar ik vind het wel knap dat je het gedaan hebt. Want je hebt wel eventjes... Stel je voor, zeg, dat er een heel kunstgalerij gehangen... Als we volgende keer terug waren gekomen. Nou ja, kijk, ik vind het gewoon niet kunnen als je het niet even vraagt. Nee, ik vind dat ook niet netjes, maar ja... Iedereen heeft andere normen en waarden. Ja, maar je weet ook niet hoe zij erover na heeft gedacht. En, nee, dat is waar. Wij willen bijvoorbeeld nu ook wat op de schutting van aan de andere kant willen wat bevestigen. Ja, maar dat ga ik wel vragen hoor. En dan hadden in eerste instantie zei ik van, nou, dat vinden ze heus wel goed. Maar ja, dat is dus eigenlijk, nu door deze ervaring weet ik, vraag het maar. Gewoon. Nee, ik wilde dat sowieso gaan vragen. Ja, maar in mijn hoofd was het van, dat zullen ze vast wel goed vinden. Dus misschien heeft zij dat ook zo gedacht, snap je? Ik kan me ook wel weer voorstellen dat iemand dat niet doet van, ik ga het dus even lekker stiekem doen. Nou. En als ze dat wel zo denkt, ja, heeft zij alleen maar zichzelf ermee toch? Zit zij met de spanning dat wij het gezien hebben? True. Ja. Mocht je nou willen meediscussiëren, op YouTube kan je deze video checken met beeld. Superleuk. Ik denk ook veel leuker. Dus doe dat vooral. Verdien ik ook nog een beetje geld aan. Zou leuk zijn. Het gaat om. Het gaat me allemaal om geld. Ja, dat is sowieso zo. Maar we hebben natuurlijk een paar rubriekjes in deze video zitten. Oh. En de eerste is... de vetgezellig snack van de week. Oh. Ja. Want ik heb natuurlijk een serie Vetgezellig Eten op mijn YouTube-kanaal lopen. Mm-hmm. Ik dacht, ja, moeten we een snackie van de week uitlichten? En deze week heb ik geprobeerd te kijken, wat heb ik deze week gegeten? Toevallig heb ik deze week gebakt vooral. En dat was een kaneelbroodje. Dus ik vond een kaneelbroodje... Kneel, hè? Kaneelbroodje is het snack van de week. En waarom? Hij was echt heel lekker, kaneelbroodje. Ja, hij was wel lekker, hè? Ja. Komt omdat ik echt... Als ik één verslaving zou mogen noemen bij mezelf, is dat ik aan kaneel verslaafd ben. Ik douw zo wat een halve tube kaneel per week erdoorheen. Ja, je moet er wel mee oppassen, hè? Want kaneel is niet altijd even gezond. Nee, zoveel doe ik ook niet. Okay. Maar ik vind kaneel heel erg lekker. Ik doe sinds kort chai lattes drinken en zo. En, ja, echt fantastisch. Ja. Ik kreeg nog wat kaneel op mijn koffie. In je koffie? Dat was echt een verrassing. Ja, dat was wel lekker. Ja, dat was wel lekker. Ja. Beetje kaneel kan niet kwaad. Maar een kaneelbroodje, zelf gemaakt, vers uit de oven... Ik moet binnenkort maar eens een keer Cinnabon versus de Albert Heijn kaneelbroodje... waar iedereen echt super enthousiast is over. En versus die van mij, kijken welke de beste is. Oh ja, leuk. Zou wel leuk zijn, toch? Ja. Dus de kaneelbroodje, kaneelbroodje is het snackje van de week. Ik wil nog even een shout-out geven naar... shout-out geven naar Fanta Cassis. Oh ja. Tot nu toe... De enige kast is zonder zoetstoffen. Ja, ik vind het zo interessant, want ik krijg dus best wel veel DM's van mensen van... ja, kan je deze zero-drank proberen of kan je deze zero-drank proberen? Ja, ik vind zero zo'n smerige smaak hebben. Ja. Zo goor. En ik weet dat heel veel mensen er enthousiast van worden. Waarom? Ja, omdat ze denken dat ze er niet van aankomen, denk ik. Ja, aankomen. Ze denken gewoon, is gezond, er zit geen suiker in. Het is gewoon grote zooi. Het is gewoon grote zooi, althans... mijn mening. Toch? Ja, ik weet niet. Sommige mensen denken dat stevia nog wel iets beter is. Kijk, ik heb er niet echt naar onderzoek naar gedaan, maar ik vind gewoon... het proeft gewoon vies. Ja, als ik iets frisdrank drink, wil ik het gewoon slecht drinken. Ja. Dus dan met volledige suiker. Ja, wie denkt er nou eigenlijk bij frisdrank, bij gezond bezig? Denkt niemand, toch? Het is gewoon lekker tussendoor. Ja, alleen ik denk dat de mate hoeveel je het drinkt misschien een ding is. Dus als jij natuurlijk een 1,5 fles cola naar binnen wil werpen elke dag... ja, dan snap ik dat je misschien denkt van... nou, laat ik dan niet degene met suiker doen. Dat snap ik ergens wel. Maar misschien moet je dan ook bij jezelf afvragen... is 1,5 fles cola per dag niet een beetje overdreven? Ja, toch een colaatje, 2 colaatjes in de week met suiker. Ja, best doen, maar kijk, als ik nou zoetstoffen geweldig lekker had gevonden... had ik het waarschijnlijk ook wel gedronken. Mm-hmm. Misschien moeten we ver weg blijven van gezond en niet gezond. Want ik heb daar laatst al, zei ik gezond in de video... en toen werd er al best wel veel op gereageerd... dat ik denk van, laat ik maar niet daar iets over zeggen. Er is geen gezond eten meer en geen ongezond eten meer. Ja, ik weet het niet. Ik vind dat echt een heel lastig thema. Misschien moeten we het een keer behandelen. Maar echt... wat je zegt en hoe mensen dingen interpreteren, ik vind het lastig. Zei je laatst iemand niet dat geleerd wordt in het eetproblemen? Wat? Dat er geen gezond en ongezond is. Is dat zo? Ja. Zou kunnen. Dus dat het daar misschien vandaan komt. Oh, het zou kunnen, dus als je op die manier naar eten kijkt, is het natuurlijk ook wel weer, wilde zeggen, gezonder. Ja, op die manier wel. Maar ik bedoel, als ik gezond zeg, bedoel ik wat in de volksmond algemeen als wat gezonder gezien wordt. Ja, maar iedereen heeft zijn eigen idee van wat dan dat zou moeten zijn, ja, denk ik. Ja, maar kip diep gefrituurd in olie tegenover een blaadje sla, denk ik toch wel dat de meeste mensen denken, blaadje sla is wat gezonder. Ja, precies. Maar gewoon die termen... Ja, ik vind het moeilijk om die term helemaal te vermijden in mijn... vocabulaire. Ja, precies. Ik denk omdat mijn woordenschat ook niet zo heel groot is, dat ik het gewoon heel basic probeer te houden. En ja, dat is echt gezond of ongezond. Maar blijkbaar moet ik nu tegenwoordig heel veel nuances daarin zijn, ja. En daar heb ik geen zin in. Nee, ik ook niet. Nee. Word je zenuwachtig van, hè? Ja. Als je genuanceerd moet praten. Ja. Maar we hebben het er ook afgesproken dat we gewoon ons best gaan doen. Genuanceerder te praten? Nee, om voorzichtig met woorden om te gaan, maar gewoon wel onszelf te blijven. Ja, en maar voor ons zijn het gewoon woorden die wij dagelijks gebruiken, toch? Ja, ja. En als je dat moeilijk vindt, dat mag, hè, want dat vind ik ook niet een ramp. Maar als je dat moeilijk vindt, kan je beter niet misschien kijken naar of luisteren naar dit soort dingen. Ja, ik kan moeilijk een trigger warning ingooien, toch? Wanneer je bepaalde woorden gaat gebruiken. Letterlijk overal een trigger warning ingooien. Kun je letterlijk een hele lijst... Ja. PDF. Triggers zijn soms. Ik ben van mening dat triggers soms goed zijn om te krijgen. Ja. Ja, want dan kan je bij jezelf aan aangaan. Ben ik er nog zo? Word ik er nog echt door getriggerd of niet? Want uiteindelijk is het probleem vaak bij de ander, toch? Wat is voor jou een triggerwoord? Hartaanval? Ja. Oh, ja. Hartaanval of kanker niet meer echt of zo, maar hartaanval en het ziekenhuis, dokter, dat soort dingen wel een klein beetje. Maar vooral hartaanval. En hartstilstand en hart iets. Iets met hart. Naar mijn vriendengroep. Het liefst niet. Geen vriendengroep, toch? En een huisfeestje. Verjaardag. Ook een triggerwoord. Cirkelverjaardag, hoe noemen ze dat ook weer? Groepsverjaardag? Zodat je ik weet het niet. Ja, ik lach erom, maar het zijn altijd wel woorden waar ik een beetje spanning van krijg. Echt? Als jij zegt, dit is geen geintje. Nee, het is geen geintje. Als jij zegt van ja, de verjaardag van... en dan denk ik altijd van, oh ja, zenuwen. Zei ik gisteren nog, verjaardag van. Precies. Maar hij hoeft niet mee. Nee, maar daar krijgt de zenuwen van. Snap ik. Dus dat is inderdaad een triggerwoord. Waar ik ook de zenuwen van krijg is... of ons spel wel goed verkocht raakt. Ik moet overal... Gooi er even een promootje in dan. Ja. Nee, we hebben dus een spel, mentale gezondheidsspel. En elke aflevering gaan we één van de vragen beantwoorden. Nou hebben we toevallig ook een junior editie uitgebracht. En ik dacht van, misschien wel leuk om terug te gaan naar onze jongere jaren en die te beantwoorden. Dat is wel leuk. Toch? Ja. Ja, dus het mentale gezondheidsspel junior. Het is trouwens te koop via vetgezellig.nl. Yeah. Oké. Zullen we er gewoon eentje pakken en die gaan we allebei beantwoorden? Wanneer je boos bent of verdrietig bent, begrijp je dan waarom je je zo voelt? Dat is toevallig. Nou, dat is wel een hele toevallige vraag. Ja, dat weet ik wel. Nou, heel vaak ik niet. Ja, ik wel hoor. Ja? Ja, ik weet eigenlijk altijd gelijk wat de oorsprong is waarom ik me zo voel. Ja. Oké. Ja. Heb ik ook altijd wel gehad hoor. Ja, kan je er gelijk de vinger op leggen ook als je een beetje chagrijnig bent of zo? Nee, chagrijnig niet, maar dat is niet de vraag. Nou, boos of verdrietig? Ja, dat zijn extreme vind ik wel. Nou, verdrietig niet. Dat ben ik zeker wel een aantal keer in de week, dus... Ja? Dat ik me even verdrietig voel. Maar komt dat dan niet gewoon omdat ik heel vaak er dan niet ben? Nee, ik heb gewoon heel veel mood swings. Ah, is dat? Ik kan daar weinig aan doen, maar dat is gewoon... dan eventjes, bekruipt het gevoel me. Maar je begrijpt dan niet waar dat vandaan komt? Nou, niet heel erg. En als ik dan ga nadenken, denk van... Oh, ja, dat kan mijn kleinste dingen zijn bijvoorbeeld. Dat ik iets kwijt ben geraakt. Oh, ja. Of dat het niet goed gaat met iemand. Oh, ja. Dan denk ik van, dus zal daar wel vandaan komen. Hm. Maar het is altijd wel eventjes bij mij... het zijn vaak dingetjes bij elkaar. Interessant. Dus dan weet ik het niet altijd. Nee, kan me ook wel voorstellen. Ik dacht eigenlijk dat we een vraag gingen krijgen met school of dat soort dingen. Toevallig een vraag die heel erg past bij dit thema. Mocht je nou over dit thema willen meepraten... Nogmaals, je kan op Instagram zal ik... Mocht je nou over dit thema willen meepraten, op Instagram ga ik een foto plaatsen. Die staat als het goed is, als je dit ziet nu online, kunnen we over meediscussiëren. Je kan onder de video discussiëren. En mocht je nou onderwerpen weten waar je wilt dat wij over praten, laat ze ook vooral weten. Ik vond het best leuk. Ik ook. We gaan proberen dit elke week te doen. Mm-hmm. In ieder geval, dat is het streven. De eerste 10 afleveringen worden sowieso wekelijks. En daarna weet ik niet of ik het vol kan houden. Dan moet je nooit zeggen, dat soort dingen. Ja. Nee, maar goed, ik wil wel je gewoon... Je moet zelf de plezier erin houden, anders ga je het echt nooit volhouden. Nee, maar ik vind het leuk Ik vind het leuk om te doen, alleen ik moet kijken hoeveel werk het is. Want we hebben 3 camera's aanstaan. We moeten kijken hoe snel het dan gaat. Ik ga AI de oplossing laten bieden. En ik hoop dat ik binnen een uurtje klaar ben. Maar je weet het nooit. Ja, maar je moet uiteindelijk nog zelf wat editwerk te gaan doen, toch? Weinig hoor. Ja? Nou, als het goed is wel. Niet dat je nu straks die woorden wat eindig op ont gaat bliepen. Ontbliepen? Was ont? Dat eindigt op gezond. Gezond. Natuurlijk, hoezo ga ik dat bliepen? Dan kan ik eerder kanker liepen, toch? Ja, dat is een ziekte, toch? Ja. Ja. Gezond. Wat is dan een heftig woord dan? Gezond. Ik vind... Dat is toch een triggerwoord? Oh, dus dan moet triggerwoorden allemaal gaan bliepen. Ja, dan is het alleen maar bliep, 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 bliep. Nee, ik denk als mensen daar getriggerd door worden... kunnen ze beter deze podcast niet luisteren, meid. Nee. Ik vind wel dat wij open en bloot moeten praten. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Ja, ik vind altijd dat je moet opletten dat je niemand kwetst... maar absoluut jezelf moet blijven. Precies. Daar willen we mee afsluiten. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ja. Yeah.